Ramen zijn weggeblazen en delen van het gebouw zijn ingestort. Volgens de Oekraïense regering is het ziekenhuis geraakt door bommen van het Russische leger. Er zouden kinderen en vrouwen in het ziekenhuis zijn, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een afschuwelijke daad. Het ziekenhuis ligt in de stad Mariupol in het oosten van Oekraïne. Er wordt daar al wekenlang gevochten, waardoor de inwoners weinig hulp konden krijgen. Een hulporganisatie is het toch gelukt om er te komen. Нет тепла, света, воды, газа, связи. Собственно, нет ничего, никаких бытовых условностей. Всю воду собирается с крыши, подождя, родники. De leiders van de EU-landen en de Verenigde Staten proberen er alles aan te doen om Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten heeft gezegd geen olie en gas meer van Rusland te kopen. En daar is de Oekraïense president Zelensky erg blij mee. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Він дуже простий. Кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. Ook steeds meer bedrijven keren zich tegen president Poetin door geen spullen meer te verkopen in Rusland of door restaurants te sluiten. De meeste bedrijven blijven wel hun Russische medewerkers hun salaris betalen, want zeggen zij, die kunnen niets aan deze oorlog doen.